Hallo allemaal, dit is Rick Stevens, Stevens Autoservice uit Almelo, met vandaag even een probleempje met een Mercedes Vito. Deze auto heeft een roetfiltertje wat eventjes vervangen moet worden. U snapt het wel, dat is altijd maar even werk. In dit geval tref ik dit dus aan, of ik tref het niet aan, maar ik maak het mee door die bawattel los te draaien. Knap het ding me gewoon in twee stukken, gewoon helemaal pang. Helemaal eindoefening dus. Ja, wat doe je dan? Je kunt A naar de winkel gaan en nieuw bestellen. Maar dan ben je weer 3 dagen verder misschien. Ik weet niet hoe lang het duurt om zo'n ding te krijgen. Of je bent even creatief met kurk, zoals ik daar meestal ben. En maak je gewoon zelf even zo'n wattel moer, zeg maar. In dit geval is het vrijdagmiddag. Dus ik heb ook al niet veel tijd meer om dingen te bestellen. Dus ik moet wel even zelf wat maken. Want deze bus moet weer rollen. En niet stilstaan. Even kijken, deze moer heb ik gewoon even gepakt. Dat is een M12 moer volgens mij. Een normale standaard moer, die heb ik uit even met mijn moerendoos gepakt. En daar las ik even dit ringetje vast op. Die heb ik al eventjes eromheen getweekt. Dit is namelijk het pijpje wat aan die kant weer een slangaansluiting heeft voor de drukverschilsensor. En die registreert dus wanneer die moet regenereren, zeg maar. Ik hoop dat u het nou snapt. Ik las dus dit plaatje las ik hier vast op. En dan heb ik weer een nieuwe bout om hem mee aan te kunnen draaien. Of moer om hem mee aan te kunnen draaien. Ik zou zeggen, be blessed maar weer. En tot het volgende filmpje maar weer. Joho.